Dag lieve vrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het ook wel... Ja, we kunnen het niet echt zeggen dat het een lekker zomertje is zo, hè? Maar goed, we hebben ook andere dingetjes in het leven. Ik wil trouwens jullie bedanken voor de steun aan deze Jans Reviews bij janroos.backme.org, zodat jullie mij dit mogelijk kunnen laten maken. Of het mogelijk maken om mij dit te kunnen laten... Nou, in ieder geval janroos.backme.org voor een kleine donatie, zodat ik dit kan maken. Nee. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons achtmetje opgestuurd? Ik ben benieuwd. Laat ons kijken. Mooi. Ah, blikjes drink. Ah. Chupa Chup drinken. Chupa Chup is een lolly. Een lollymerk. En dat is best een lekker lollymerk. Liever gezegd, ik had vroeger een bekende, die had zo'n hele doos met die Chupa Chups staan. En dan pakte ik zelf ook wel eens een keer een lolletje uit. Ja, lekker man. Maar waarom nou dan weer een drankje moet worden, dat mag Jozef weten. Want een lolly smaak in vocht en dat dan naar binnen klokken, ik zie hem niet. Maar goed, Chupa Chup melon en cream flavor. Chupa Chup strawberry en cream flavor. En Chupa Chup. Nee, dit is een Chupa Chup. Dit is Ugo bubblegum flavor. Dus we hebben hier twee blikjes gemaakt van lolly en één blikje gemaakt van kauwgom. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de energy drinks, de Red Bulls en alle andere aanverwante artikelen, vind ik ook altijd een beetje naar bubblegum smaken. Dus ik vraag me af of dit dan weer naar Red Bull smaakt. Stapje. Hoe? Ingewikkeld. Maar laat ons proeven, want daar gaat het over. We gaan ze eerst even inschenken, want dat zal natuurlijk naast een verschrikkelijke smaak ook een verschrikkelijke kleur hebben. Ah, breek bijna mijn nagel. Het ruikt walgelijk. Het ruikt inderdaad naar meloen. Het ziet eruit, nou laat ik dat maar niet zeggen, want ik kijk ook jonge kijkers. Maar het ziet er een beetje melkig en een beetje schuimig uit. Lichtgroen. Het zou ook gewoon bedorven snot kunnen zijn. Het ruikt naar, ja, naar chemische meloen. En er zit er ook cream bij. Ik weet het niet, mensen. Ik heb er geen trek aan. Het zal me niks verbazen dat deze dus roze is. Van hetzelfde laken en pak. Ja, enorm chemische aardbeien loeft. Komt er vanaf. En dit is dan, ja, een beetje rozeachtig beschimmelde melk. En dit dan weer opleveren voor een ellende. Oh, dit is gewoon echt varkensjesroze. Nou, deze is zo ongelooflijk goor en chemisch. Ik denk als ik daar 3 slokken van neem, dat mijn hoofd gelijk helemaal kaal is. Dat mijn tandjes en mijn haar zo... weg van het lijfje schieten. Ongelooflijk. Ik denk dat dit een hele ongezonde review gaat worden. Want ik heb het gevoel dat het is allemaal zo chemisch. Volgens mij gaan er straks gewoon organen uitvallen. Maar goed, alles voor de kijker. Chupa Chup, melon en cream flavor. Gadverdamme. Er zit een heel klein pikkeltje in. Niet erg. En het smaakt inderdaad naar zo'n chemische lolly. Met zo'n chemische meloensmaak. Wat de cream hieraan is, dat weet ik niet. Maar het is wel heel erg vies. Ik snap dit drankje niet. Het is inderdaad alsof iemand in goedkoop bubbeltjeswater 4 van die lollies hebben geflikkerd. En op een gegeven moment denk ik, ja, het is opgelost, laat ik dat maar opdrinken ook. Eens kijken wat erin zit. Koolzuurhoudend water, ja, dat klopt. Suiker. 1% meloensap. En inderdaad melk. Melkpoeder. Melkfermenten. Gewoon melk. Het klopt gewoon, er zit gewoon melk in. Dat zal dus dan wel de cream zijn, de melk. Want ik zei toch net al dat het een beetje uitzag als bedorven melk. Er zit gewoon melk in. Nou ja zeg. Ja, van die melk proef je gewoon helemaal niks, maar inderdaad, er zit wel een melkstructuur in, met een klein pikkeltje, hele scheppen suiker en 1% meloenconcentraat uit de DSM-fabriek. Vies man. Dus langzamerhand heb ik het gevoel dat ik een heel vies soft ijsje heb gegeten. En dat zal dan ook wel die melk zijn. Nou, laat ik deze melk dan ook maar naar binnen koekelen. Ja, het is hetzelfde, alleen dan met een spuitje aardbeiensiroop. Hoeveel aardbeien zit hierin? 1% ook. Lekker aardbeienconcentraat. Een beetje framboos, een beetje persik, een beetje pietjangambon. Maakt geen moer uit. En het is allemaal even smerig. Nu kreeg ik trouwens nogal wat commentaar op mijn laatste review. Met die fruit en groente snoepjes van Nicolette van Dam. Want ik zou wel gesponsord door ze zijn. En ik zou wel betaald door ze zijn. Want ja, je bent zeker hele dikke vrienden met die mensen. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Ik heb die Bas Smit Eker ontmoet. En ik heb die klote snoepjes zelf moeten kopen. Dus hou even op met mij te wantrouwen, ja. Kijk maar nou zeg. Nou ja, dan gaan we over tot in mijn ogen het allervieste. Namelijk bubbelgumdrank. Het ziet er verschrikkelijk uit. Het ruikt verschrikkelijk. Nou, dat zal het ook wel weer verschrikkelijk smaken, is niet? Ik weet niet wat er allemaal door me heen gaat. Ik kan de smaak niet eens definiëren. Oh, het staat hier zo ongelooflijk klein wat hierin zit. Dat, ja, hier moet je een vergrootglas bij halen. Maar ik zie heel veel suiker, zuren, kleurstoffen, bes, wortel. Nou, het zal wel. Als je een boer laat, dan ruikt die boer exact naar bubbelgum. Als je het drinkt, niet. Dan zit er een soort hele rare, bittere bite in. Een bittere bite. Bittere bite. Goed. Het smaakt niet naar bubbelgum. Het smaakt alsof ik met mijn tong zo bij een hele vieze oude man in zijn oor zit. En het smaakt naar oud oorsmeer. Nu denken jullie, oh, meneer heeft ervaring mee met zijn tong in een bejaarde oor te zitten bij een vieze oude kerel. Daar is het antwoord nee op, maar ik heb wel een levendige fantasie. Want ik weet niet, iedereen heeft wel eens zo gedaan. En zo. En dan denk je, wat een bittere meuk zeg, dat moet ik nooit meer doen. Een week later doe je het natuurlijk weer. Ik zal je vertellen, het verschil tussen dit en dit is er nauwelijks. En dit soort troep is gewoon te koop volgens mij bij de Action of zo, bij zo'n soort winkel. Ik zou het gewoon lekker laten staan. Ik zou het zeker mijn kinderen niet geven. Dit is vies. Nou, tijd voor de cijfertjes dan maar. Ja, het is een beetje moeilijk om uit te kiezen welke de smerigste is. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Dat is 100.000% die oorsmeer de smaak. Maar deze zijn allebei echt heel erg vies. Alleen deze is nog iets viezer dan die. De aardbeien Chupa Chups lolly cream smaak is gewoon, het is gewoon melk met een heel klein beetje chemisch aardbei. Is dat heel vies? Ja, het is echt heel vies. Maar deze is dan nog wel te doen. Die krijgt een 4. De meloen is niet te doen. Die is nog goorder dan die. Het spuitje meloen gaat niet even lekker samen met het melkje en het bubbeltjes water met suiker. Dit is echt gewoon een 3. En het absolute dieptepunt van alle drankjes tot nu toe is deze bubbelgumdrank. Het smaakt niet naar bubbelgum, het smaakt naar bittere oorsmeer. En de smaak die je in je mond krijgt is walgelijk vies. En het vreemde is, als je dus een boer laat, ja, dan heb je wel bubbelgum. Maar ja, zou je nou een drankje kopen omdat dan de boer wel ruikt en smaakt naar hetgeen wat wordt aangeprezen op het blikje? Ik denk het niet. Dit is een wanproduct. Ik krijg van mij een 2. Hè? Niet kopen. Heel slecht voor je gezondheid. En het geeft geen enkele plezier. Je wordt hier niet blij van. Je wordt hier niet vrolijk van. Gewoon niet doen. Ja? Mooi. Nou, dag.